echt in de VS kijken. Diederik, met nog een kleine 2 maanden te gaan. Barst de strijd tussen Harris en Trump vanavond echt los. Hè? Dat lang verwachte eerste televisiedebat. De vorige ontmoeting die verliep wat desastreus voor de Democraten. Maar nu Kamala in plaats van Joe op het schaakbord staat, ziet het er heel anders uit. Diederik Brink, kan dit het meest bepalende moment in deze hele campagne worden? Dat is zeker mogelijk. Normaliter krijg je bij dit soort debatten dat er eigenlijk, nou, af en toe is er misschien een hele memorabele opmerking of een goede grap die blijft hangen. Maar we zien heel weinig dat er in de peilingen gebeurt na dit soort debatten. Alleen dit keer is anders en om 2 redenen. 1, we weten van de vorige keer in juni dat het een enorme impact heeft gehad. Eigenlijk is Joe Biden door zijn broze, kwetsbare optreden door het ijs gezakt. En hebben de Democraten zijn in paniek geraakt en hebben hem vervangen als kandidaat. Dus de impact, het spektakelstuk van de vorige keer, dat kun je misschien nu weer verwachten. Aan de andere kant weten we dus ook dat het dus echt een verkiezingen zijn met een dubbeltje op zijn kant in de swing states. Dus zelfs de kleinste impact in de peilingen kan grote gevolgen hebben voor de uitslag. En is dan, ik zit dan even naar Kamala Harris te kijken. Ja. Zij is vanavond voor de eerste keer in deze rol. Dan hadden we het eerder al even over dat dat onwennig kan zijn. Maar kan het ook een voordeel zijn? Ik bedoel, de Amerikanen, als ik naar de vorige campagnes kijk, die kenden Biden al. Die kenden Hillary Clinton al. Dat zijn mensen die zijn al jaren gevestigd in die politiek. Zij is de new kid on the block, zou je het zo kunnen zeggen? Kan het een voordeel zijn? Dat kan een groot voordeel zijn. Om 2 redenen. 1. Uit onderzoek bleek dat kiezers helemaal niet zaten te wachten op opnieuw een strijd tussen Donald Trump en Joe Biden. Dus de eerste partij die een andere kandidaat naar voren zou schuiven, kan een bonus verwachten van, goh, hey, fijn dat er een nieuw gezicht is. Dat kan ze meepakken. En ze krijgt nu de kans om niet zozeer haar naam voor te stellen, maar wel haar ideeën en haar stijl voor te stellen. Ze is wat dat betreft nog een onbeschreven blad. Dat kan een voordeel zijn voor een heleboel kiezers. Laten we even 2 stukjes eruit pikken waarvan jij eigenlijk zegt, dit zou je vanavond kunnen verwachten van Trump en Harris. Dat zijn stukjes, filmpjes eigenlijk waar we ze eerder in actie hebben gezien. Voor Harris geldt dat bijvoorbeeld over de paradepaardjes die ze toch vaak aan had. Bijvoorbeeld over adoptie. Of nee, adoptie, abortus, sorry. Ours is a fight for the future. And it is a fight for freedom. Like the freedom of a woman to make decisions about her own body. When he was president, Donald Trump handpicked 3 members of the United States Supreme Court. And now, more than 20 states have a Trump abortion ban, including Georgia. And let us all agree, one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree the government should not be telling her what to do. Nou, wat je hier ziet, is dat Kamala Harris een issue pakt waar de Democraten al heel erg lang campagne op voeren, maar wat pas nu echt resoneert bij kiezers. We zien zelfs dat in conservatieve staten de meerderheid van met name ook vrouwen zeggen, hey, dit is iets wat we op moeten pakken. Het is ook een molensteen om de nek van Donald Trump. Ja. Want dit is een van zijn grootste successen. Een van de redenen waarom door alles heen de sociaal-conservatieven hem zo loyaal blijven, is omdat hij zijn belofte heeft ingelost, namelijk, ik benoem conservatieve rechters die het federale recht op abortus zullen afschaffen. En dat heeft hij gedaan. Die rechters die zijn benoemd, die hebben dat recht op abortus afgeschaft. Dus voor hem is het enerzijds een ontzettend groot politiek succes. Aan de andere kant blijkt dat 2/3 van de Amerikanen hier niet op zit te wachten. Dus het pakt hem ook terug. Ja, dus het is echt een strijd tussen conservatief en progressief. Op dit vlak natuurlijk. Als het om Trump gaat, dan zeg jij, dan valt het ook op dat als het over de inhoud gaat, dat het soms een beetje onsamenhangend is. En daar wilde je dit fragment voor laten zien. If you win in November, can you commit to prioritizing legislation to make childcare affordable? And if so, what specific piece of legislation will you advance? Well, I would do that, and we're sitting down. You know, I was somebody. We had Senator Marco Rubio, and my daughter Ivanka was so impactful on that issue. It's a very important issue. We're going to be taking in trillions of dollars, and as much as child care is talked about as being expensive, it's relatively speaking not very expensive compared to the kind of numbers we'll be taking in. We're going to make this into an incredible country that can afford to take care of its people, and then we'll worry about the rest of the world. Let's help other people. Nou, waar
Kamala Harris soms moeite heeft om uit de details weg te blijven, heeft Donald Trump juist moeite om echt specifiek te worden. Dit ging over kinderopvang, maar dat zou je eigenlijk niet uit het onderwerp kunnen opmaken. Dus hij roept vaak, ik kom met een oplossing. Maar als je dan zegt, prima, maar hoe ga je dat aanpakken, is toch heel lastig voor hem om specifiek te worden hoe hij bepaalde problemen gaat aanpakken. Een ander probleem dat hij heeft is, en dat is ook een beetje door zijn eigen toedoen, is hij heeft vaak hele onsamenhangende, niet echt coherente verhalen. En tijdens het vorige debat, toen Joe Biden het zo moeilijk had, heeft hij gezegd, jongens, het is een legitiem issue om het te hebben over de mentale capaciteit, de cognitieve functies van oude mannen die president wilden worden. En dat was zijn manier om Joe Biden onder druk te zetten. Nu is Biden weg, maar de vraag blijft wel staan. Lukt het Trump om zijn eigen vraag, ben je in staat om nog 4 jaar president te zijn, om die te beantwoorden? Dan heeft hij natuurlijk ook nog die rechtszaken en zo die waarschijnlijk terug gaan komen. Maar toch nog heel eventjes, hij heeft wel een verhaal wat veel Amerikanen aanspreekt. Dat America First, waar hij vorige keer natuurlijk ook mee heeft gewonnen toen hij president was. Het klinkt nu bijna alsof hij zeg maar achter staat op Kamala Harris. Maar dat is nog steeds wel een verhaal wat bij veel kiezers resoneert, toch? Zeker, het resoneert bij veel kiezers. En hij weet de juiste toon aan te slaan voor heel veel mensen. En tegelijkertijd hadden we het net ook over, hij heeft ook een heleboel dingen geleverd voor kiezers, zoals de sociaal-conservatieven, waardoor ze hem trouw zijn gebleven. Dus Donald Trump heeft een ijzeren greep op zijn achterban, maar hij moet ook de strijd aangaan om net die laatste groep kiezers binnen te halen om de overwinning te kunnen pakken. En daar gaat de strijd nu over. En dan gaan we eens kijken hoe hij dat vannacht ervan af gaat brengen. Dank in ieder geval voor jouw vooruitblik. We gaan